De Innovation Expo is een volledig zintuiglijke ervaring van spectaculaire innovaties voor maatschappelijke uitdagingen. Aan welke innovatie werk jij? Ik ben Tristan Gunter van het bedrijf LG Sonic uit Zoetermeer. En onze innovatie biedt een milieuvriendelijke oplossing om algen te bestrijden in grote wateroppervlakten. My name is Annemie Furie and I'm here to tell you more about Pebble Grip. It is an amazing multi-tool gripping device, enabling people with fine motor skill problems to actually have a grip on things again. Ik ben Erik Geboers van Concrete en we bouwen grote 3D-printers die kunnen printen met een duurzaam soort steen. De Innovation Expo gaat over nieuwe ontmoetingen en het sluiten van concrete deals en overeenkomsten. Wat betekent samenwerking met anderen voor jouw innovatie? Collaboration is one of the biggest pillars that we are building this on. Absolutely important. This is a whole new area that we are exploring and we cannot do it without the help of others. We werken samen met TU Delft en ook met een groot bouwbedrijf. En zij ondersteunen ons met een stukje kennis en onderzoeksondersteuning. En tegelijkertijd met financiering en helpen met opschalen. Op de Innovation Expo werken deelnemers in binnen- en buitenland samen aan het versnellen van innovaties. Wie hoop je te ontmoeten op de expo en waarom? Wij zijn op zoek om ons netwerk te verbreden, vooral richting het buitenland. Wij draaien momenteel projecten in Colombia, Singapore, United States en Nieuw-Zeeland. Wij zoeken eigenlijk naar nieuwe partners om andere markten en nieuwe landen binnen te treden. We really would love to collaborate with lots of rehabilitation centers all around the globe and actually take this data and feedback back.